VHP-parlementariër Mahinder Joggi wil dat de regering eindelijk acties onderneemt om de rattenplaag op de rijstvelden in Ikeri te verhelpen. Meerdere assembleeleden hebben vandaag tijdens de openbare vergadering de ernst van de situatie aangekaart en de vrees voor het uitbreken van de ziekte van wil benadrukt. Door de regering zijn er tot nog toe geen maatregelen getroffen. Van boeren uit het district vernam Joggi dat de situatie vrij ernstig is. Boeren hebben 80 hectare, 100 hectare, 120 hectare, wat die niet kunnen afoogsten, voorzitter, omdat de Alataya Allah. Voorzitter, mensen hebben 12 hectare en 14 hectare geoogst en hebben niet eens 400 ballen paddy geoogst, voorzitter. Niet eens genoeg om die combine te betalen. Voorzitter, dat is het aspect van die productie. Maar u weet ook dat de meeste boeren, voorzitter, een lening hebben lopen bij de banken. En wanneer je dan zo'n groot verlies leidt, voorzitter, het is erg moeilijk om wederom op te starten, voorzitter, om door te gaan met het proces. En ik zie de regering stil. Ik hoor niks van die regering. Misschien doet die regering wat. Misschien heeft de regering iets gedaan. Maar voorzitter, ik wil wel hebben dat de regering deze zaak heel serieus opvat, voorzitter. Boeren hebben inmiddels productie en geld verloren. Het ministerie van Volksgezondheid, namelijk het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, heeft nog niets gedaan aan de rattenplaag, klinkt de ergernis bij Joggi. In Ikeri weet u dat het grootste deel van de boeren handmatig inzaaien, handmatig bemesten. Dat betekent dat de mensen op blote voeten door die modder lopen, voorzitter, in die rijstvelden. En er zijn klachten van jeuk en alle anderlei dingen, voorzitter. En nogmaals, waar is BOG? Heeft het ministerie van Volksgezondheid BOG gedirigeerd naar Ikeri om watermonsters te nemen? Heeft het ministerie van Volksgezondheid, is het ministerie van Volksgezondheid bezig te doen wat haar deel is in het pakket? Voorzitter, ziekte van Weil, we hebben gezien en gehoord, voorzitter, enkele maanden geleden zijn enkele mensen overleden daaraan, voorzitter. Voorzitter, u moet weten dat een groot deel van Henaar geen drinkwater heeft, voorzitter. En de regering had hier aangegeven dat we in oktober, afgelopen oktober, zover zouden zijn dat de mensen van Henaar drinkwater zouden hebben. En tot nu toe, voorzitter, zijn we zoveel maanden verder en een groot deel van Henaar heeft geen drinkwater. Joggi benadrukt dat mensen die geen waterleidingaansluiting hebben aangewezen zijn op irrigatiewater. Aansluitend daarop zei VHP-assembleelid Harriet Ramdien dat de dode ratten in dit irrigatiewater blijven liggen.